Maar het is wel goed voor je. En dan zou er een bakker komen. Die vers brood zou bakken. Die ik elke keer uitstelde. We zijn weer aan het lopen. Maar Sarah is nu met mijn telefoon nog. Hij heeft de fiets gepakt. Het is echt hilarisch. Morgen, het is woensdag. Krijg je het eruit van? Ja, een klein beetje. Ja, dat is papa's vlag. Doe die allemaal maar terug, schat, want deze is nu gelijk op, zeg maar. Ja, die is zo lekker. Zo, moet je wel even door gaan eten, mo? Oké. Okay. Alsjeblieft. Ja. En vergeet niet de kaneel op mijn appel. Ja, heel kaneel op appel. Ik ga het een beetje doen, oké? Okay? Dat is echt lekker. Ga je maar lekker aan tafel zitten. Ik krijg dat nog. Eet smakelijk. We zijn ons dus druk aan het klaarmaken voor school. En ga je hier eten? Ja. Als jij even hap neemt, geef je even mijn eindje aan mij aan, alsjeblieft. Dan kan ik ook wat eten. Ja, maar je kan vast een hap ernaast nemen. Het is een beetje veel vla, maar ik vond het ook weer stom om zo'n mini beetje in het pak te laten zitten. Waar je niks meer mee kan, zeg maar. Ja, dank je. Wat ga jij dat doen? Dat is lief. We zijn onderweg naar school. En Sarah zegt net, eigenlijk lopen we dan nu ook al de avondvierdaagse. Dus nee, dit zijn we gewoon gewend te lopen. Dus dat kan je helaas voor jou niet bijtellen. Maar het is wel goed voor je, gewoon lopen. Zeg wat met de auto naar school. Zeg maar, dat doe ik echt alleen maar als het niet anders kan. Want dat vind ik zo nutteloos. Sarah is op school en ik ben niet goed wakker vandaag. Het lukt niet om uit die slaapmodus helemaal te komen. Maar goed, ik heb thee gezet en ik heb er net wel een banaantje gegeten. Maar ik ga nu beschuitjes met hagelslag eten. Daar heb ik echt trek in. Ik zat de hele tijd te denken, ik heb honger. Ik heb echt honger. Weet je, dat je heel je maag voelt aan het trekken en alles. Maar ik wist niet wat ik wilde eten. En toen dacht ik opeens, oh, beschuit met hagelslag. Alleen de beschuitjes zijn bijna om. En wij hadden altijd die beschuitjes van de Lidl. Want die zijn gewoon echt heel lekker. Dat zijn altijd de favoriete beschuitjes. Maar ja, er zat hier ooit een Lidl in de buurt, maar die is weg. Niet omdat hij niet goed liep, maar er was gezeur van bepaalde bewoners. Want ze wilden hem verbouwen en dan zou er een bakker komen. Die vers brood zou bakken. En dat wilden bewoners niet, want dan zou je geuroverlast hebben. Ik snap dat nog steeds niet, want hoe erg kan het zijn als je een bakker om je huis hebt of iets, of bij je huis in de buurt. Is toch heerlijk? Lekker vers brood elke ochtend ruiken. Dus ik snap het niet en heel veel mensen snappen het niet. Maar goed, ik kom dus eigenlijk nooit meer echt bij de Lidl. Dus opa neemt zelf toe voor me mee. Dus ik ben elke keer best wel zuinig met mijn beschuit daardoor. Dat vind ik zo lekker af en toe, beschuit met hagelslag. Ah, oh, kijk hoe lekker. Ik ben de hele tijd bezig met allemaal administratieve dingen die ik elke keer uitstelde. En die ik nu wel echt moet doen. Nu ben ik nog op tijd, maar anders niet meer. Ik had er zo geen zin in. Tegenwoordig gaat het natuurlijk zoveel digitaal. En heel veel dingen heb ik op mijn telefoon. Dan gaat het eigenlijk automatisch. Maar ja, sommige dingen moeten toch nog gewoon in het echt. En dat ja, daar heb je dan steeds minder zin in. Maar goed, het is natuurlijk een korte ochtend. Dus ja, grote dingen zoals gisteren, daar heb ik niet echt tijd voor vandaag. Dus toen dacht ik van tevoren al, dan doe ik dat woensdag wel. Want dat komt wel echt heel mooi uit. En dat doet het ook inderdaad. En dan zo even zo gaan halen. Gaan we even snel dat retourpakketje wat ik gisteren vergeten ben wegbrengen, dan naar huis eten en dan gaan we weer lopen. Sarah net opgehaald uit school, maar we lopen langs speeltuin naar huis. Dus is nu vooruit gerend, want ik kan spelen totdat ik bij het einde van de speeltuin ben. En dan weer mee naar huis lopen. Dat is een woest en zo die speeltuin even in. Kijk je wel uit, mop! God,
wat ze allemaal doet, stunten. Ik ben er bijna, hè? Kijk, ze moest in deze, maar ze ging er een beetje eng op. Oh, heel hard draaiende. Sarah, ik ben bij het einde. Kom je dan? Te remmen. Ja, dat gaat al goed, zie ik. En dan ben je zo precies bij het einde bij me. We zijn weer thuis. En Sarah die is lekker paasbrood aan het eten. Die heb ik goed luchtdicht verpakt, dus die blijft best wel lang goed. Ik heb rijstwafels met pindakaas. En we gaan gewoon even nog lekker... Glee kijken. En 20, 25 minuutjes op de bank zitten voordat we gaan lopen. Ik denk even lekker samen knuffelen, rustig aan eten. Ik heb alleen echt heel erg trek in thee. Maar als ik nu thee ga drinken, dan weet ik. Dan moet ik daar heel de tijd naar de wc als ik aan het lopen ben. Dus dat vind ik geen slim idee. Dus dat ga ik niet doen. En we hebben zo water onderweg ook. Dus dan drinken wel, maar daar heb ik dat niet zo mee. Maar we gaan even kijken. Dan moeten ook trouwens nog een paar afleveringen. Dan hebben we Glee eindelijk af. Daar hebben we geloof ik echt 2 jaar over gedaan. Om met jou Glee te kijken. Maar je vindt hem wel leuk. 1 jaar. Nee, langer dan 1 jaar al. Maar je vindt hem wel heel leuk. We zijn hem vorig jaar, januari, hebben we nog niet gekeken. Ja, toen waren we wel aan het kijken. Niet? Oké, dan niet. Maar goed, het is aflevering 6 van de 10, geloof ik, hè? Seizoen 6, aflevering 6. En we hebben 23 afleveringen. Nee, het laatste seizoen is kort. Volgens mij, ik zal wel eens kijken. Maar we gaan hem in ieder geval aanzetten. We zijn weer aan het lopen. En ik ben met 2 telefoons aan het navigeren. Ik zal trouwens vanavond even vertellen hoe ik dat heb gedaan met die avondstudatie. Want daar kreeg ik via Instagram vragen over. Ik vond het trouwens heel raar. Maar ik heb de camera een beetje ongelukkig beet. Dit is iets beter. Alleen mijn telefoon gooide de route er net uit. Dus we volgen nu Masha's route en mijn telt hem apart. Maar ik mis 1,5 kilometer nu erdoor die we wel gelopen hadden. Dus ik moet nog even kijken hoe ik dat heb hoe ik dat ga oplossen. Maar hij registreert wel, terwijl ik een andere route opeens moet lopen, wat ik loop. En dat telt hij wel. En ik volg nu Masha's telefoon. Dus ik loop de hele tijd met 2 telefoons het in de gaten houden. Wat gaan jullie doen, meiden? Gewoon lopen. Hé? Hoe gaan we film je? Kom, kom. Film je überhaupt? Ja? Film je? Ja? Wel? Film wel van je? Kom. Kijk, hier kunnen we dus zo over. Ik ga een leuk vraagje doen. Vader doet mee aan de mini-vierdaagse. Nou, hij doet er niet echt aan mee, maar hij... Oké, mag dus helemaal mis. Loop mee. Mijn vader doet mee aan de mini-vierdaagse. Nou, hij doet niet echt mee. Hij loopt een dagje mee. Ja, hij loopt gewoon een dagje mee. Wat? Dat is jammer! Wat is dat voor de kamer? Dan ja, wat hij is heel grappig, maar niet uit, hè? Oh. Ik moet zeggen. Oh ja. Ik vind hem hier vandaag zo best. Ja. Leuk. Nee, ik ben filmen. Ik ben thuis, maar Sarah is nu met mijn telefoon nog hier in de buurt aan het lopen en de stoep niet aan het verlaten. Want de app gooide hem halverwege er gewoon uit en toen telde hij het niet meer. Dus hij liep vast. Oh, wat is er? Hij heeft de fiets gepakt. Het is echt hilarisch. Maar in principe, we hebben het ook meer dan gelopen. Want de eerste dag had Masha de telefoon problemen, want die gaf geen avondvierdaagse aan. Dus die heeft hem op een vrije route gezet, maar wel geregistreerd dus, dat ze hem heeft gelopen. En gisteren stopte mijn telefoon er al mee, maar toen gaf hij wel op een gegeven moment, terwijl hij eerst achterliep qua afstand, gaf hij daarna toch dat we er waren. En vandaag gooide hij mijn app er gewoon uit. Zomaar. En normaal, als die app stopt, dan kan je hervatten. Maar hij had hem er gewoon helemaal uitgehaald. En het was waar, want ik had Masha en mijn telefoon plat op mijn hand. Niks in de buurt van knopjes of wat dan ook.
En zomaar verdwijnt die app uit mijn scherm. Echt. En weg. Gewoon ook niet meer aan. Maar ja, ik kan hem nu niet finishen. Dus Sarah ging eerst lopen, maar die heeft de fiets nu gepakt. Dus die is nu rondjes aan het fietsen. Totdat hij op die 5 kilometer staat. Die we ook inderdaad gewoon gelopen hebben. Trouwens zelfs iets meer. Want bij Masha stond hij op 5,4 zelfs al. Dus ja, meer dan. En we hebben daarna nog eerst een blokje met Fayenne en Sarah heb ik gelopen. En daarna hebben we dezelfde stukje Sarah rondje. En nu is ze met de fiets tot die 5 kilometer gewoon kunnen finishen. Maar echt vaag, maar het ligt gewoon aan mijn telefoon. Terwijl met andere apps nergens last van ooit. Het is alleen met deze app. Zo raar. De 5 kilometer staan op de app. Dus ze rijden gewoon net zo lang rondjes gefietst tot ze ook op de app stonden. En eigenlijk hebben we denk ik wel, omdat we al extra gelopen, denk ik wel bijna 7 kilometer gelopen. Maar het is in ieder geval gelukt. En morgen, want gisteren, nee, ik moet het goed vertellen. Gisteren ging ik op een gegeven moment halverwege mijn telefoon opnieuw opstarten. En daarna heeft mijn app het de hele tijd gedaan. Dus ik denk dat ik morgen gewoon echt voordat we gaan lopen, voordat we beginnen, mijn telefoon opstart opnieuw. En dan echt alleen die app aanzet. En dan maar hopen dat mensen zo nu mogen contact opnemen. En dan hopen dat hij het dan wel doet. Want het is echt drama zo natuurlijk. Ik snap ook echt niet waarom, maar dat zien we dan wel. Oh. We gaan zo lekker tagliatella met spinazie-roomsaus eten. En daar heb ik wel echt heel veel trek in. Jij ook, hè, Mo? Je hebt ook trek in de pasta, toch? Ja. Ja, lekker. Zo, we hebben er net gegeten, hè, mama? Ja. Ja, en nu ga ik even naar het toilet. Hallo. Ja. Oh, nou, fijn dat je net hebt medegedeeld, zeg. Ja. Ik heb lekker thee en aardbeidjes voor mezelf. En kijk, aardbeien zijn zo gigantisch. Het is best wel een groot bakje dit, zeg maar. Ze zijn huge. Ik heb eigenlijk nog even tv gekeken. Ik ben begonnen in de OE. Zo spreek je het volgens mij uit. Ze zeggen het 2 keer in wat ik tot nu toe gezien heb, maar vergeet het, de OA. Schrijf je. En nu ga ik echt op tijd naar bed. Het is 11:15. En ik heb de camera opgeruimd. Dus ik ga snel slapen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!